Zo bent u weer verbonden met Betty Asphalt Troost TV. En we zijn al meer dan een jaar bezig. Vanaf maart vorig jaar we hebben
136 uitzendingen al. Ja, dat is 136 uitzendingen. Maar twee rechtstreeks. Uur. Ja, rechtstreeks. Maar de meeste mensen die kijken later ook, hoor. Dus je kunt niet zeggen, goedemiddag kunnen we niet zeggen. Ja, we kunnen het wel zeggen, maar het heeft geen zin. Want heel veel mensen die kijken dus 's avonds of 's nachts of 's ochtends of 's middags. Maar de mensen die live kijken, nou, die hebben toch ook wel een streepje voor. Want die kijken dus op dit moment en die zitten ook altijd te chatten meteen al met elkaar. Dus hallo hier Friesland, hallo hier Limburg, hallo hier Mexico. Van alles en nog wat zeggen ze, hè? Ja, soms denk je, kijk eens wel naar de uitzending. Oh, dus, ja, dat is ook een berisping. Nou, het is een soort praathuis over, ja, gaat over de uitzending. Ik chat met elkaar naar aanleiding van de uitzending. Ja, precies. En wij maken geen hysterische uitzendingen, dat je echt van seconde tot seconde oplettend moet zijn. Want heel veel mensen die ervaren het een beetje als een podcast. Je hebt ook mensen die dus het zonder beeld luisteren. Nou, natuurlijk ook blinde mensen, die horen het ook zonder beeld. Dat is logisch, want anders dan zou je niet blind zijn. Maar ook mensen die gewoon met andere dingen bezig zijn, of met de koptelefoon aan het joggen zijn, die luisteren zonder beeld. Dus eigenlijk een soort podcast. En je kunt werken. Dat is wel een leuke tip voor mensen. Want je moet een hele andere instelling hebben dan bij de normale televisie. Je kunt werken, je kunt even weglopen, je pakt het weer op. Je bent bij sommige onderwerpen meer geïnteresseerd dan in andere onderwerpen. Het is een beetje een achtergrondtelevisie. Nou, wat is dat goed? En af en toe ga je even kijken en af en toe ga je even met andere dingen bezig. Maar je moet in ieder geval kijken naar Cor Bakker. Die hebben we. En Mark, die is ooit fan geworden van Jules de Korte via... Via Cor Bakker, ja, zeker. Ja, dat is al een aantal jaar geleden. Want elke zondag heeft Cor Bakker een heel leuk radioprogramma nog steeds. Op NH, moet je zeggen. NH Radio. Is het dan wel, hè? NH Radio. NH Nieuws. Ja. Dat heeft hij nog steeds. Maar daar heb ik ooit Jules de Korte leren kennen. Maar daarover dan straks meer. Ja, leuk, spannend. En maar, we gaan ook naar Rodos. Maandag is de in het kader van de Field Labs is er een vakantiereis voor 170 mensen, dacht ik, naar 179 naar Rodos gestart van Sunweb. En ze moesten van de vorige test zijn. Ze moesten dus geen corona hebben. Nee. Ze mogen gaan naar een vakantiepark op Rodos. Mogen daar niet het park verlaten. Ja. Moeten alleen met elkaar omgaan. Voor de wilde boel. En dat was... Een van die mensen waren Arie Blaak, of zijn Arie Blaak en Danny van Egmond. En met Danny van Egmond gaan we zo dadelijk praten. En Arie Blaak ook. En Arie Blaak, die zitten dus momenteel in hun hotel op Rodos. Ja. En zijn een van de gelukkigen die op vakantie mocht daar. Nou, en wij gaan vragen hoe het dan daar is. Ook om jullie een beetje jaloers te maken. Want vorige week zijn we nog vol trots als breaking news hadden wij dat de terrassen open gingen. En vandaag gaan ze weer niet open. Tenminste de 21ste. Ja. Misschien de 28ste, maar waarschijnlijk ook niet. Want nu denk je meteen van wanneer dan wel. Terwijl de laatste cijfers heel gunstig waren. Hè? Zowel de IC-opname is naar beneden gegaan. De besmettingen zijn naar beneden gegaan. Ik geloof 4.500 of zo. Echt waar? Hè? Aan besmettingen totaal nu. Ja. Ja, gisteren waren ze allemaal in paniek nog. Ja. En vandaag is opeens weer de hele andere kant. Het gaat wel op en neer. Het is Jantje lacht en Jantje huilt. Ja. Ken je dat? Jantje lacht. Ja, en in Utrecht is momenteel ook een experiment gaande. Daar mogen mensen naar het café. Ook lijkt allemaal heel enthousiast. Misschien dat we iemand die nu kijkt en die ook aan het experiment heeft deelgenomen, die wellicht met Sharon Dijksma nog een glaasje heeft geheven. Bel even of stuur je telefoonnummer naar info@bettyasfalt. Want we vinden het wel leuk om met zo iemand nog even te praten. Die voor het eerst vandaag weer naar een café mocht. Al is het maar een experiment. Want we willen een beetje vrolijke uitzending van maken. Maar ook informatief. Want we hebben ook Ingeborg Beugel vanuit Griekenland. Met nieuwe problemen, nieuwe toestanden. Niet alleen met de vluchtelingen, maar ook nu met al die mensen die... Nederlanders die daar een tweede huis hebben, Nederlanders die daar tijdelijk die er overwinteren, Grieken die in Amerika hebben heel leven lang gezeten hebben en na hun pensionering teruggingen naar Griekenland om daar van hun pensioen te genieten.
al die mensen hebben nu problemen met het, de toegang tot vaccinatie te krijgen. Oh. Het probleem gaan ze dadelijk schetsen. Ja, en in Amerika gaat vaccineren ontzettend goed, hè? Heel voortvarend. Hier stond nou ook vanochtend in de Volkskrant ook dat het hier, Nederland vaccineert nu sneller dan buurlanden. Dus zijn ja, weer... ook weer zo, ik vertrouwde ze berichten niet. Nu zijn ze opeens, dat is allemaal dingen niet meegeteld. Lijkt. Ja, dat is, Nederland kan dat heel goed. Dus maar dat ja. was toch aan het begin ook al, dat op een gegeven moment die streep ging zo ja. en dan wop, naar boven, dat is een nieuwe berekening, maar dat is nu weer gebeurd. Ja. Ze hebben ze zo weer bijna 500.000 van erbij. Mij, als ze denken, ze zinnen in positief nieuws, dan gaan ze nog even opnieuw tellen en dan denk je, hop, ja, gaat weer. Dat was vroeger ook bij de kijkdichtheidmetingen. Dat er ineens een nieuwe methode kwam om de kijkdichtheid van de televisieprogramma's te meten. En toen gingen ook ineens programma's ook gigantisch omhoog. En ook weer omlaag andere. Dat blijft ook nog steeds een mysterie. Want we hebben in ons al lange leven ja, nog nooit iemand maar ontmoet. Dit is ook een, ja. ja. Maar als dat echt niet zou kloppen, die kijkcijfers, dan zou er al lang wat aan gedaan ja. zijn. Dus dat geloof ik ook niet ook, hoor. Complottheorie. Ik geloof dat het ook wel weer... ja, daar heb ik het ook nog over gehad. In de chat lees ik waarom we de mensen vragen waarom we de maandag niet waren. Oh ja, we zijn de vorige maandag ook niet geweest. Want we willen, we zijn bezig met, met internet, met de website. Mark is bezig met de website. Ik ben bezig met een boek, een groot Dolman-boek, wat in het najaar uit gaat komen. En Gremda, het boek, het vrolijke winterboek. Dus we zijn ook met andere dingen bezig. En we willen... en jij hebt nog een mooie film gemaakt. Dat gaan we ook nog laten zien van de Westertoren. Roman Beukema. Roman Beukema. Die gaat met een ploeg naar de Westertoren. Of dit heeft hij al gedaan. Om dat te filmen. Om de Beyerdier te filmen. Die aan het spelen is. De unieke opnames. Dat wordt vrijdag uitgezonden. Maar jij hebt al de Westertoren gefilmd, terwijl het prachtige nummer van Jules de Korte, Ik zou wel eens willen weten. Ja, dat vertel ik ook straks. Ja, dat was de Beyerdier die Roman heeft gevolgd. Die ja. gaan we nu laten zien, terwijl hij laten de Westertoren zien, terwijl daardoor Boudewijn Zwart, de Beyerdier, Ik ja, zou wel eens willen ja, weten. Wat leuk, hè? Wat interessant ook allemaal. En nog een filmpje van Ad Valk, die op de fiets is, de tocht maakt ja. op de fiets van de Canarische eilanden naar Nederland. En die zit nou ergens in de bergen in Spanje. Nou, en het zijn allemaal correspondenten, allemaal mensen die vol liefde en gratis en voor niks aan ons programma meewerken. En dat kan allemaal omdat heel veel mensen ons steunen via Petje Af. Dus dat is ook wel leuk om te weten dat we door kunnen gaan met onze uitzendingen, dankzij de donaties en dankzij de steun. Waarvan ben je zojuist in Utrecht geweest naar het experiment met cafés? Ja, kun je wat anders? Stuur een mailtje met je telefoonnummer naar info@bettyasfalt. Wat er eigenlijk ook Jan van Loelen even naartoe kunnen sturen. Oh ja. Naar het experiment in Utrecht. Ja. Dus als je kijkt, Jan, ga er nog even naartoe. Even een paar kranten nemen we door. Het Parool, de middagkrant. Die afvalzak naast de bak, dat doe je zelf. Het aantal afvalboetes is tot recordhoogte gestegen. Wethouder Laurens Ivens wil dat de Amsterdammer zijn gedrag verandert. De vuilnisman kan dit niet oplossen. Nou, het is niet echt dat je dan denkt, daar ga ik die krant voor kopen. Dat Parool een hele goede krant is. Wel, als er inderdaad heel veel vuil overal ligt. En terwijl de stad heel rustig is, er zijn nauwelijks toeristen. Er worden wel heel veel online gekocht, dus je ziet over karton liggen. Maar ik vind ook wel dat de gemeente altijd erg traag is. Ik zag voor het laatst, twee weken geleden liep ik over de Kloveniersbrugwal. Ja, met allerlei kades zijn afgesloten vanwege verzakkingen die ze aan het repareren zijn. Dan kan er geen vrachtwagen komen. Maar daar heb je kleine karretjes voor die dat wel kunnen ophalen. En dat zag ik dus 2 weken geleden in een hoek, een dode hoek, allemaal dus kerstbomen liggen. Die dus daar al waarschijnlijk vanaf december of begin januari liggen. Bruine bomen al, helemaal Ja, bruine bonen. bruine bonen.
Nooit opgeruimd. Nou, dus kunnen ook wel wat alerter zijn met opruimen. Ja, en als je zelf ook iets ergs meemaakt en je woont niet in Amsterdam, en de meeste kijkers die wonen helemaal niet in Amsterdam, die denken van, nou ja, wat hebben we daar nou mee te maken? Dan mag je het ook melden. Dus als het vuilnis in Maastricht niet wordt opgehaald, of Middelburg of Bangkok, dan kun je ook mailen, want we moeten het ook verbreden. Ja, we moeten het verbreden ook. Ja, maar, niet alleen Amsterdam. Vooral is Amsterdamse krant. Ja, daarom. Telegraaf. Licht niet op groen. Wat ik heel opmerkelijk vind, dat de overheid, dus Mark Rutte en Hugo de Jonge, dat die helemaal niks leren. Want ze weten nu zo langzamerhand wel dat die persconferentie op die manier, zoals we het bouwen, helemaal niet meer overkomt. Twee dominees naast elkaar en een dove tolk ertussenin, die dus veel groter is. Internationaal is het gewoon, komt dat helemaal niet voor, dat een dove tolk groter is dan de presentatoren eigenlijk. Het is zo zelfs dat ik gisteren ook alleen maar naar die dove tolk gekeken heb. En ook omdat ze ook, ook, de mond ook duidelijk wil praten, dat je ook de lip kan lezen. En dat je gewoon denkt dat Mark Rutte eigenlijk vertaalt wat de dove tolk uitbeeldt. Dus dat het precies omgekeerd is, omdat die dove tolk in het midden staat en veel groter is. Ja. Maar het komt helemaal niet meer over. En ze denken dan niet, moeten we het eens een keer anders doen? Dat vind ik wel typisch Nederlands. Dat ik, nou, we zijn al helemaal zo begonnen met z'n tweeën naast elkaar. Dus laten we dat toch maar volhouden, hoor. Want ik heb geen zin. Ik heb nou geen zin weer in verandering. Terwijl het ontzettend stom. Het komt niet meer over. En dat blijkt ook uit de kijkdichtheid. Er was ook 2.500 mensen. 2,5 miljoen nog wel. Ja, 2,5 miljoen. Het was 5 miljoen in het begin. Ja, dat is wel goed. Zie, dat is een correctie wat heel goed is. Maar, dus het komt helemaal niet meer over. En het gezwalk eigenlijk, er was ook wel veel kritiek op dat ze nu weer zeggen, ja, de 28e, dan mogen de terrassen open. Maar ik denk, ja, we hebben ook wel onze eigen verantwoordelijkheid. Want, ja, ik wist helemaal niet eens meer dat je nog maar één iemand thuis mag ontvangen. Ja, en volgens mij vergeten. Volgens mij houdt niemand zich daaraan. En ook volkomen terecht, dat bepaal je zelf. En de ene week ontvang je gewoon helemaal niemand. Of als je kwetsbaar bent, dan ontvang je er überhaupt niemand, denk ik. En de andere keer, dan ontvang je wel weer 3 mensen of zo. Dus je bent zelf verantwoordelijk. En ook als je het komend weekend naar de parken gaat en je ontmoet daar andere mensen, ja, dan kun je dichtbij iemand gaan staan. Ook als je jong bent, maar de jongeren die worden nu ook heel erg getroffen. Die zitten ook nu heel veel liggen in de IC. Maar je kunt ook gewoon afstand nemen en om mensen heen lopen. Je bent zelf verantwoordelijk. Het virus is niet het probleem, maar wij zijn het zelf. En omdat we ons niet gedragen zoals de bedoeling was en is, ja, zijn we er nog steeds niet vanaf en blijven we in lockdown. We zijn zelfs de schuld ook. Ja. Maar ze stonden er gisteren ook wel wat onzeker erbij, ook het idee, na al het geneuzel in de Kamer, al die debatten en elkaar allemaal kapot gemaakt hebben. Nee, moesten ze daar nu weer het volk gaan vertellen hoe ze het moesten doen? Die stond Rutte voor het eerst daar weer als de leugenaar. Ja. Die dat niet in de gaten heeft en dat ontkent. Dus mensen hebben denk ik ook geen zin om er meer naar te luisteren, heel veel mensen. Dus denk, ja, nee. Jullie zelf. Eigenlijk moet er iemand opstaan, die naast de overheid ook de mensen weten. Nou, maar dat hoor je ook steeds meer. Dat er inderdaad niet, wel nieuw leiderschap, maar dan niet secretaar, maar gewoon een buitenstaander die, ja, zoals Herman Tjenk Willink, dat is wel een goede leider. En die is dan wel ouder. Hij is iets ouder dan Biden. Maar Biden heeft weer een groter land. Dus Cenk Willink zou ook wel minister-president kunnen worden. Maar daar is enorme behoefte aan eigenlijk. En Mark Rutte begon ook een beetje als een dominee van de buitenwereld. De wereld buiten en de wereld in het ziekenhuis. En dat beide waar zijn. Dat is een citaat van een dokter. Ja, een soort filosofische benadering had hij in het begin. Ja, maar de dominee ook. Die zei, ik sprak laatst iemand en die zei dit en dat en dat. En zo, zo. Kent u die uitdrukking? Ja. Nou, een berichtje in het Parool. Het vee in Nederland eet jaarlijks 30.000 hectare oerwoud op. Om het vee in Nederland een eten te houden, bij eten voor zorgen worden per jaar 30.000 hectare oerwoud, tropisch oerwoud, gekapt. Oh, nou, dat is ook wel, daar zitten we ook op te wachten op dat nieuws. Dus Nederland vaccineert nu sneller dan de buurlanden. En dan de planning
Dan moet u even lezen welke buurlanden. Zou het België zijn, dat we sneller dan België zijn? Vaccinbeleid wankelt naar Stop Janssen. Ja, want Johnson & Johnson, dus die het Janssen-vaccin produceren, die hebben nu vanuit Amerika gezegd dat de vaccins die nu gebruikt zouden worden in Nederland, maar in alle landen eigenlijk, dat die niet gebruikt mogen worden. Dus de fabrikant zelf die is enorm geschrokken van de bijwerkingen. Daar gaat de grote Nederlandse trots. Ja, ja. Er zijn nieuwe beelden. Het leger van Amerika heeft nieuwe beelden getoond van mysterieuze objecten in de lucht. Oh. Dus dat er toch wel buitenaardse mensen hier, wezens hier landen eigenlijk. Dat kan wel. Het Algemeen Dagblad is ook onderdeel van de persgroep, hè? Ja. Van de Belgische persgroep. Eigenlijk zou ik die wel eens willen spreken, de leider van de Belgische persgroep. Dat is een heel succesvolle krantencombinatie. En Atheneum is overgenomen door single-uitgeverijen. Atheneum is niet meer zelfstandig. Wat wel jammer is, want Atheneum Nieuwscentrum, het was het eerste nieuwscentrum. Ik weet nog wel Henk Verstippiaan dat die uitzendingen deed van de Atheneum Nieuwscentrum. Nog, ja, Henk Verstippiaan. Ik heb nog een berichtje in de Algemeen Dagblad. Hein Mulders heeft jou toen begeleid toen je in opera Die Zauberflöte. Ik speelde de Frosch in de Vledermaus. Mulders, die werkte toen met de Opera Stichting en die is later naar de Duitsland gegaan. Die is nu intendant van de Oper. Van de Oper. Ja, Keulen, maar die wilde ik ook bellen. Want het was een ik heb al nog naar zijn nummer gezocht. Hele aardige man. En het was ook een leuke rol die ik had. De Frosch, de cipier eigenlijk in die Vledermaus. Je kunt deze uitzending nog even proberen te bereiken. Ja, er zijn trouwens ook opnames van die Vledermaus. Wat ook wel leuk. Maar praat ik nog wel eens over die Vledermaus. 6 stappen naar normale zomer. Het kabinet wil versoepelen als vaccinatie lukt. Ja, ze willen dan toch hoop geven eigenlijk. Een stip aan de horizon. Weet je, dat bordje dat onder Mark Rutte aan zijn katheder. Dat is ook nieuw. Waarom ze dat nu pas met maskertjes. Nee, niet maskertjes, dat wordt niet gedaan. Handen wassen, afstand en prikken. Ziet er zelf wat uitgeblust bij, inderdaad. Even een leuke foto wel van in voorstand van het vaccineren in Amerika. Daar gaat het heel goed. Daar wordt als een gekke foto. Ja. En dan vaccineren in de VS. Kaartje, krabbel, prik, sticker, klaar. Ja. Heel snel. Mexico, Daar hebben ze idee. Dat is echt oorlog daar. Als een gek mensen allemaal zo snel mogelijk vaccineren. Ja, in de apotheek ook, hè, worden ze gevaccineerd. De urgentie hier ontbreekt nog steeds. Heel snel. Dan gaan we naar Rodos. Ja, we gaan gewoon naar Rodos. Want ik dacht, misschien heb jij nog een bericht. Ellen ten Dam heeft gisteren opgetreden in het kader van ook door Dolle bij de eerste test. Ja, en die hadden we ook graag willen hebben. Ja, we hadden nog gebeld. Maar die slaapt misschien nog. Ellen ten Damme door het Dolle op bij de eerste treden. Test. Ja, de fantastische artiesten. Fantastische artiesten. We gaan dan naar Denny in Rodos. Kijk. Gaan we bellen. Zo. En zo. En zo. Kijken hoe het daar is. Dat is wat ons allemaal kan overkomen. Ja, daar zijn ze allebei al. Ik doe ook meteen zo. Hallo. Nou, hallo Danny en Arie, allebei. Hi, Paul. Hallo. Nou, wat leuk dat we contact met jullie hebben. Want jullie zijn gisteren vertrokken, hè, naar Rodos. Eergisteren, maandag. Oh, maandag alweer. En hoe ging het? Hoe ging het? Hadden jullie spanning? Nou ja, niet zozeer spanning, maar wel, toen we op Schiphol aankwamen was het wel een heel groot mediacircus met al die cameraploegen en fotografen. En toen was alles iets van, oké, dit is wel een ding. De test, hè. Je moest de sneltest doen op Schiphol. En dan moest je een half uur wachten. Een kwartier, geloof ik. Ja. Dus iedereen stond in de vertrekhal te wachten of je negatief of positief was.
En als je negatief was, mocht je inchecken. Dus dat was wel spannend. En hebben jullie ook mensen gezien die positief waren? Er is er één... volgens mij was er één dame... die was niet positief getest... maar haar man was thuis positief. Dus ja. Die kon uiteindelijk niet mee. Nee. Oh. Haar man was diezelfde morgen geloof ik positief. Ja, en die zou in principe niet meegaan. Ze zou gewoon alleen reizen. Maar ja, omdat haar man dus positief getest was... dus niet mee. Moest zij ook thuis blijven. Oh ja, maar dat valt dan wel mee. En dan kom je vermoeden in... opzet. Wat zeg je? Zeggen we vermoeden opzet van die man. Oh, ja. En dan kom je daar aan. En word je dan weer getest, of dat niet? Nee. Daarna ga je gewoon je koffers pakken. De bus in en naar het complex waar we nu zitten. Ja, en hoe ziet het complex eruit? Hebben jullie een... kon je nog kiezen wat voor ruimte je... Oh. Er is nu alleen een wolk, maar het is vandaag, gisteren is het echt heel warm geweest. Ja, maar wel mooi. Dit is één van de zwembaden. Aan de achterkant zit nog een hele grote tuin met een restaurant en nog een zwembad. Dus het complex is echt wel heel erg groot. Ja, er zijn nog een paar restaurants. Er zijn meer mensen dan jullie alleen. De jullie groep. Zijn er meer mensen dan jullie groep van ons? Nee, het is alleen, de Transavia Sunweb. Oh, 189 mensen. Ja, en dan nog personeel natuurlijk. En die zit hier in de bubbel. Dus die gaat niet s'avonds naar huis. Maar die blijven hier ook gewoon overnachten. Ja. Echt een beetje een gesloten community te houden. En als je stiekem het terrein wil verlaten, wat gebeurt er dan? je wordt niet tegengehouden, dat niet. Maar ze zien het wel natuurlijk. Ja. En als je terugkomt, mag het, dan moet je in quarantaine. Dus dan word je op je kamer geplaatst. Ja. Je wordt niet neergeschoten of zo. Of naar huis gestuurd. Nee, maar je mag dus in principe, kun je wel het terrein verlaten. Ja, er staat wel echt een enorm hek voor. Er staat wel iemand. Ik weet niet wat er gebeurt als je er langs loopt. Het is niet zo dat er een hele parade met bewaking staat. Absoluut niet. Nee. Dus als je wil, kan je eraf. Maar dit is ook een experiment natuurlijk. Dus En ik denk dat zonde zijn ook. Ik denk ook dat je wel 188 nieuwe vijanden erbij hebt als je weer terugkomt. Ja, daarom helemaal. Als je iedereen alsnog besmet dan. Ja, precies. Dat kan... Want is er ook, speelden zich ook verhoudingen af? Want je hebt als, Pleidel en Kles is bekend als een soort homo-paradijs. Maar dat is dit niet natuurlijk. Nee, we hebben al wel gehoord over behoeftes, maar we hebben nog geen daden gezien. Oh. hoe lagen de behoeftes dan? Richting jullie of... Nee, dat waren gesprekken met dames die behoeftes hadden. Oh ja. Maar het kan. Ik kan me voorstellen dat je helemaal vrij voelt en je neigt naar ontladen helemaal de jonge mensen allemaal. Dus ik kan me voorstellen dat het een feest is. Want hoe waren de avonden tot nu toe? Ja, de eerste avond was wel heel... je hebt natuurlijk wel gewoon de regels van 1,5 meter. En als je je verplaatst, moet je een mondkap op. En als je gaat zitten of jullie gaan zwemmen, dan mag die af. Dus de eerste avond was wel heel gezellig. Ja, je leert nieuwe mensen even kennen of zo. Ja, je zit in een soort bubbel en ineens heb je nieuwe prikkels, nieuwe mensen die je ziet. En dat is natuurlijk heel lang geleden. Sowieso om in een bar te zitten of in een drankje te doen, dat was heel apart. Maar je mag dus niet gewoon gaan dansen eigenlijk, dat zit er niet in. Je mag wel dansen, maar je moet dan wel inderdaad je afstand bewaren. Ja. En er wordt ook gedanst hoor. Maar die 1,5 meter, die is heilig, zeg maar. Ja, nou, maar ik vind het fantastisch dat dat gebeurt. En ik denk dat heel veel mensen thuis jaloers zijn op jullie. Mensen die willen graag, wel ontzettend graag weer... naar buiten eigenlijk en op reis. Mensen zeggen van je zit opgesloten. Ja, nou, dat gevoel hebben we dus helemaal niet. Het complex is zo gigantisch groot met een hele grote tuin en zwembaden. En je zit met niet heel veel mensen op het complex, dus het voelt best wel vrij. En heb je ook zo'n pasje ook voor het complex? Voor als je naar het restaurant gaat? Dat hadden wij wel een keer. Omdat het allemaal gewoon zo, het hele personeel is er eigenlijk voor ons alleen. Dus, er is voor de rest niemand anders. Dus wij zijn de enige groep. En de mensen kunnen zich ook weer op gaan geven voor de nieuwe reis die gepland staat. Naar Gran Canaria las ik vandaag. Oh, ja, god, wat leuk. En hoeveel restaurants zitten jullie in jullie resort? Twee restaurants. Niet zoveel, hè? En nog een restaurant bij het zwembad.
waar je wat dingen kan halen. Dus, Want je bent afhankelijk natuurlijk van het restaurant. Of kan je ook, is er ook een supermarkt? Wat je, dat je zelf ja, er is ook een supermarkt. Ja, ja. Ja. Je hebt ook een keukentje. Ook nog, ja. Ja? En een koelkast. Laat het keukentje zien. Koelkast, sorry. Ik zei keuken, dat is wel een koelkast. Oh, het is een koelkast. Ja, dus je bent afhankelijk van het restaurant wel. Ja, ja. Maar het is een heel groot buffetrestaurant waar alles gewoon... maar het is niet zo dat je het zelf pakt. Dus je loopt er naartoe en het wordt echt helemaal voor je geserveerd en klaargemaakt. En er is een à la carte restaurant, een Aziatisch restaurant, waar je kan reserveren. En dan word je echt gewoon bediend aan tafel. En wat hebben jullie gisteren gegeten dan? Gisteravond was het moussaka. Ja. En inktvisring heb ik nog op. Oh ja, nou, dat hebben jullie ook overleefd in ieder geval. Ja, dat is wel. En het is een week, hè? Een week mogen jullie. Ja, ja. Een week. Ja. En dan worden we nog een keertje getest nog, voordat we naar huis gaan. 48 uur voor vertrek krijgen we dus nog een keer een test aangeboden. Of nou ja, die wordt gewoon afgenomen, laat ik het zo zeggen. En op Schiphol ook. Nou ja. Op Schiphol, nee, ook op Schiphol nog een keer. Niet meer. Nee, niet op Rodos zelf nog op de airport, vier uur van tevoren. Oh, ja. Krijg je die sneltest weer maar alleen op de luchthaven, hier. Oh, ja. En kunnen jullie het appartement aan ons laten zien ook? Ja, tuurlijk. Ik hoop dat het er een beetje netjes uitziet. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja, super, dat vinden we alleen maar leuk. Oh ja, nou, dat is wel vrij ruim. Ja, dus komen nog meer kamers. En maar het is een hotel, geen appartementencomplex. Nee, het is echt een hotel. Ja. Waar we in zitten. Nou, in de badkamer. Nou, ook netjes. Leuke zuil. Ja. De Griekse zuilen. Ja, allemaal zuilen. En bad ook. Ja, en een bad. Ja, klopt. Ja. Ja. En een balkon dus. En een ruim balkon. Met uitzicht over de, ja, over de zee. Gewoon, en ik zag de zee in de verte. Mag je wel naar het strand toe of niet? Dan moet je ook... Echt nee, het strand aan de overkant. Het strand dat aan de overkant zit, dat is ook publiek. Oh, dan mag je het niet doen. Nee, het is ook niet heel groot hoor. En, met kiezels. En volgens mij, er zit ook niemand. De zee was volgens mij heel erg koud. Dus Rotstand. We houden het bij het zwembad. Want hoe warm is het zwembad? Ook niet warm trouwens. Ook heel erg koud. En je moet een badmuts op. Wat de reden daarvan is, dat weet ik niet. Maar dat was een van de regels. Iedereen moet een badmuts op als ze in het zwembad liggen. Maar dat moest altijd al misschien. Ja, geen idee. Voor mij is het nieuw. En wat gaan jullie straks doen nu? Straks komen twee meiden die we hebben ontmoet. Die komen een bordje mee drinken. En dan gaan we straks, als het goed is, naar het à la carte restaurant. Dus ik ben benieuwd. Ik ben nog niet geweest. Misschien is het nog wel leuk om nog even straks bij jullie nog terug te komen. In het restaurant. Over een uurtje of zo. Kan dat? Dat is wel wat later, geloof ik. Hè? In het restaurant bedoel je? Of, ja. Ja, het is hier ook een uur later, hè? Dus we eten pas een uur later, denk ik. Ja, anders stuur gewoon even een app, dan kijken we wel even waar we uithangen. Ja. Ja, dat is prima, dan doen we dat. Ja. Dat is wel leuk. In de Telegraaf stond ook een stuk over. Oh, de Telegraaf. De twee meisjes, Sharon en Ina. Zijn dat de meisjes met je afgesproken hebben? Nee, dat zijn ze niet. Nee. Pret onder de Griekse maar zon. Je herkent de foto wel, van die je net had zien. Ja, ik zal even laten zien nog. Zo. Dit ding herken je? Ja, nee, dus kan... Het klopt. Maar het zou wel raar zijn als het anders was. Als het niet zou kloppen. Ja. Ja. Daar is het totaal ergens van. Ja. Dus, ja. Ja. En er schijnen ook nog twee gedragsdeskundigen hier rond te huppelen. Oh. Die ons dus stiekem observeren over hoe wij ons gedragen zo gedurende de week. Want vragen ze er niet van, hebben jullie iets? Omdat jullie dicht bij elkaar zijn. Ze schrijven dingen op. Oh ja, en je het aan jullie niet kan zien... Dus dat kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, is het echt zo? Ja. Nou, dan appen we straks nog en dan kijken we wel waar jullie zijn dan. Ja, oké, hartstikke goed. Ja, hartstikke leuk. Tot zo, tot straks. Ja. Hoi. Nou, aardige jongens of mannen. Aardige mannen. Waar kwamen ze vandaan eigenlijk? Welke stad in Nederland? Dat weet ik niet. Klopt, als Den Haag. Den Haag? Nou ja, dat klonk zo. Oh. Dik. En we hebben een heel leuk filmpje van Ad Valk, hè, de wielrennen. En daarna gaan we nog naar de Westertoren. Wat leuk, hè? Voor nou vrolijk. Het is ook wel
Ja, ik denk dat het meteen te raar wordt. De beelden van zee, hoe die op je inwerken. Hè? Dat je, ja, jij helemaal, omdat je in Bloemendaal bent opgegroeid. Nou, dan krijg je van de zee overal. Ja, maar dat moet voor jou dan toch ook wel leuk zijn als je de zee ziet. Ja, ik zou gelijk naar het strand toe willen, maar dat mag dus niet. En heb je ook niet zoveel langs. Maar je hebt wel vaker mensen die op vakantie zijn dan niet altijd op een resort blijven. En ook nooit gaan in de zee gaan zwemmen, maar altijd in het zwembad van het hotel gaan zwemmen. Terwijl het niet zo lekkerder is dan in de echte zee te zwemmen. Nou, maar soms is de zee bij de Kraaijse Eilanden een zee te wild, bijvoorbeeld, vaak. Ja, zeker weten hoor, dat is vaak te wild. En Ad Valk, die dus fietst van de Canarische Eilanden, eerst met de boot natuurlijk, van Las Palmas naar Huelva. En die fietst dan daardoor naar Nederland. Hij is al in Spanje. En we hebben ook al contact met hem gehad. Maar hij stuurde een filmpje op en de volgende keer dan gaan we weer live met hem praten van een stukje fietstocht met een onverwachte ontmoeting. Duurt maar een halve minuut, maar je maakt wel wat mee. Ja, het is heel simpel, maar heel mooi. Heel rustiek opeens. Je waant je ook opeens een beetje op vakantie. En dan krijg je ook wel de neiging om weer te gaan fietsen. Hè? Dat hebben we ook wel gedaan in Frankrijk, gefietst. Dat je ineens... Het is heel rustgevend. En hij remt dan een beetje af door de schapen. Maar hij is geen schaapsherder. Ja, het zou misschien meer rechts. Ja. Dat je niet zag. Ze doen het niet uit zichzelf. Nou, nee, ja, dat weet ik niet. Nee, ik kan wel iets gaan verzinnen, maar... Nou, misschien is er een schaapsdeskundige wel die nu kijkt. Een Nederlandse schaaps hebben we. En die daar iets over kan vertellen. Of schapen ook... Er zijn wel kuddedieren, dus ze volgen elkaar wel. Maar of er... Ze kunnen ook honden, er lopen altijd honden om zo'n kudde heen. Ja, maar die houden het gril. Nu ook niet. Dus mail anders even naar info@bettyasfalt.nl. Als je zelf schaapsherder bent... Of je hebt daar verstand van. Wat nog een filmpje van de Westertoren. Ja, de Westertoren. Ja, gisteren mocht ik voor het eerst in mijn leven ook de Westertoren in. Of de hele Westerkerk was er nooit in geweest. Nee, heel weinig mensen zijn erin geweest. Ja, jij wel? Of? Nee, ik ook niet. Ja, wel in de kerk zelf, maar niet in die hele toren. Nee, en er is een bijaardier, Boudewijn Zwart. En die speelt, dat is de stadsbijaardier van de hele stad Amsterdam. Die speelt in meerdere torens. Oh. En het is niet een kerkbijaardier, maar een stadsbijaardier. Want de kerken in Amsterdam zijn van de stad ook. Of is dat ook zo? Nou, een aantal kerken. In ieder geval al die monumentale kerken. En daar speelt hij in. En ik raakte aan de praat met hem. En ja, van het een kwam het ander. We hadden het weer over Jules de Korte. Dat kan niet anders. Hè, met een muzici. Nope. En hij zou Erbarmedieg spelen. En dat zien we dan in de reportage die is gemaakt. Vrijdag waarschijnlijk. Ja. En nadat dat was opgenomen. Toen hadden we telefonisch contact. Van nou, het zat er goed op. En toen kwam vervolgens als verrassing. Voor de hele stad Amsterdam. En toch ook een beetje voor mij. Het volgende, en dan start ik het wel meteen in. Oh ja. Thank you.
Nou, mooi. Ja. Ja. Het was dus gisteren opgenomen. En je ziet de prachtige blauwe lucht met de mooie witte wolken erin. Echt Hollands tafereel. Dus voor de Nederlanders in het buitenland ook weer leuk om te zien. Het is heel stil op straat, hè? Heel rustig. Ja, het is ontzettend rustig. Het was smiddags nu voor twee. Ja, ja. Ja. Maar mooi, maar het is ook voor de mensen uit de Jordaan, het is een echt een historische, ja voor iedereen wel, maar voor de mensen uit de Jordaan helemaal een historische plek. Nou, ik stond er gisteren op met heel veel kippenvel en het raakt je wel, zoiets. Ja. Het klinkt over de hele stad en dan heb ik toch van, nou ja, omdat we het erover hebben, en het is toch een fascinatie en... toch de hele stad ervan mag genieten. En iedereen denkt, hey, is dat niet... Ik zou dus willen weten van Jules de Korte. En dat ze dan weer zeggen, hey, heb je dat ook gehoord? En dat straks iedereen in Amsterdam Jules de Korte gaat luisteren door dat moment. Ja, ja, weet je, bent een evangelist wat dat er gaat, toch? Ja, orthodox eigenlijk. Ja, je wil dat iedereen dat hoort. En het is ook ontzettend ontroerend. Maar ook in deze tijd, ik zou wel eens willen weten, omdat mensen ook... daar denk ik dat heel veel mensen labiel zijn en onzeker, ook door die gevangenschap van een jaar. Heel veel mensen zijn het huis niet uitgekomen het afgelopen jaar, of nauwelijks. Helemaal mensen die kwetsbaar zijn en nog steeds geen vaccin hebben gekregen, die zijn heel kwetsbaar. En dan zijn de teksten en de melodieën van Jules de Korte, die zijn dan hele mooie. Ik zou wel eens willen weten, hoe lang duurt die corona nog? Je kunt heel veel tekst opmaken. Eigenlijk een soort, ja. Maar dus, er zijn veel meer muziek. Dus, ik ga nu over Jules de Korte beginnen, dus pas maar op hoor. Maar even kort. Er zijn heel veel liederen van Jules de Korte die echt passen bij deze tijd. Het volk wil brood en spelen. De nieuwe tijd. Het land van de toekomst. Ik ga zo maar door. Ik kan helemaal een hele mooie lijst opsommen. Dat je allemaal denkt van, nee, die niet. Nou, maar het gaat erom dat jij ook altijd nog je eigen documentaire moet maken over Jules de Korte. En ja. Waar het meer over de inhoud gaat dan over de persoon. Ja, natuurlijk ook over de persoon. Jules de Korte Revisited. En het was mooi eindelijk ook dat je via van het gebouw van de Westerkerk, zeg maar, zo via het Hoommonument, dat ligt een beetje laag, en dan ging je zo, keek je over de Keizersgracht uit. Ja. Naar het richting Centraal Station. Nou, de oriëntatie van de mens. En nog iets over de torens. Ik heb als laten vertellen dat alle torens in Amsterdam, dat die eigendom van de gemeente zijn. De kerken zijn dus van de kerkgenootschappen. En een aantal torens in ieder geval zijn eigendom van de gemeente. Oh. Het onderhoud daarvan, omdat ze zo beeldbepaald zijn. En dus waarschijnlijk ook met de bijaardiers erbij. En ook met de tijd die ze aangeven. Ja. Dat ze die daarom in de handen van de gemeente zijn en de gemeente ook het onderhoud verzorgt. Maar de kerkgebouwen, dat is een ander verhaal. Dus je kan een situatie hebben dat het kerkgebouw zelf op instorten staat en dat de toren gerestaureerd wordt. Dat kan bestaan. Ja, dat kan. Kijk in Utrecht. Ja, kijk naar de Domtoren inderdaad, ja. Nee, dat is toen een storm ooit, over twee eeuwen geleden. Tornado. Tornado heeft toen het schip van de dom, van de kerk van de Domtoren, waar de Domtoren bij hoorde, heeft hij vernoemd verwoest. Voor mij hebben ze ook, dacht ik, daar op de plein, de contouren, ja, de lijnen van de stenen kunnen zien. Ja, klopt, ja. En het wordt niet herbouwd. En er was een plan van Wim Schippers, een kunstproject, om het negatief van de toren, dus de toren is 110 meter hoog ongeveer, en dan negatief, om een gat van 110 meter daarnaast te zetten. Ja, kunst. Ja, als kunst, ja. En dat is ook in de gemeenteraad van Utrecht ook serieus besproken. Ja. Wat ook heel leuk is. En dat is dan de kunst van Wim Schippers. Dat het ook besproken wordt. Dat mensen daar serieus daar ook over praten. En de mogelijkheden. Nou, zoals ook het Paleis van Volkswijk. Maar dat is wel heel serieus in Amsterdam. Ja, dat komt er nog steeds niet van. Nee, nou, dat herbouwd moet worden. Dat wordt nu wel gesloopt, de Nederlandse Bank. Dus een hele grote ronde toren. Wat is het leuke? De Nederlandse Bank is gebouwd met een groot rechthoekig gebouw en een ronde toren. Ja. En dat zeggen dat het symboliseert voor een pak met biljetten, dit even langs, en een stapel met munten. Omdat het Nederlandse Bank is. Ja, leuk gezocht. Nee. Maar dat ronde gebouw, die wordt nu afgebroken en die wordt ergens anders weer opgebouwd. Oh. Maar wordt niet het hele gebouw afgebroken dan? Ja, dat denk ik wel. Maar je ziet nu dat je die ronde toren van bovenaf, dus die wordt steeds opgegeten. Maar die wordt ergens anders opgebouwd. Dat staat daar aan de zijkant. Maar het gebouw is een vrij beroemd ontwerp van, ik dacht, professor Holt ook. Maar die ook de opera gebouwd heeft in eerste instantie.
En dat het dan, of van Ees, dat kan het ook zijn. En die heeft, en die bank als zich, wat is in de jaren 60 gebouwd. En ze hadden ook weer een monument. Maar door die ronde toren werd het wel een beetje het beeld verpest. Maar echt mooi is nog steeds niet. Maar nee, het paleis van Volksvlijt is dan veel mooier. Prachtig. Dat komt, misschien moeten we dat dan een nieuw leven inblazen. Dat ja, daar Wim weer... de Schippers is een groot voorstander voor het bouwen. En Ewart van der Laan was het ook. Maar ja. Ja. Nou, we gaan Wim toch een keer bellen. Het wordt vaak om gevraagd, Wim Schippers eens een keer bellen. Ja. Om te vragen hoe het met de herbouw van het paleis van Volksvlijt staat. En dan gaan we nu bellen naar degene waardoor jij Jules de Korte ziek geworden bent. Jules de Korte virus. Ja, en dat is Cor Bakker, de trouwe begeleider, niet alleen van Paul de Leeuw, maar ook van vele andere mensen. En hij heeft een radioprogramma ook voor Radio Noord-Holland, NH Radio. En daar is Cor. Hallo. Ja, dag, Cor. Dag Paul. Kan je hem dag, omdraaien? Oh ja, 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 maar als ja, hij ja. hem omdraait... Ja, dan ja ik draai hem. Nee, hoor. Ja. Nee, heel goed. En dan valt hij beetje... weg. Ja, mooi. Mooie achtergrond ook, mooi doek. Mooi, hè? Mooi gordijntje. Ja, dat is eigenlijk een groene... Moet je kijken, dat is een groene wand. Kijk, aan de andere kant... Een chroma key wand. Kijk, dat is een... Ja, een chroma key wand. En want, waarom... Kijk, nou, kijk, ik heb hier allemaal lampen ja. Voor mijn lesvideo's die ik allemaal... Ik doe pianospelen met Cor.nl. Oh, wat leuk. Dat doen we al 7 jaar en we hebben al heel veel leerlingen. En die kijken allemaal naar die filmpjes van mij. Die leren dan pianospelen. Oh, en dan projecteer je het achter je terwijl je ja. dan uitleg geeft. Precies, dan kan ik precies noten laten zien. Maar ik kan ook zeggen, bijvoorbeeld, je zit in het concertgebouw. En wat moet je dan? Wat doe je dan? Oh, en dan zit je in één keer in het concertgebouw. Of je speelt een Oostenrijkse liedje. Ik noem maar wat. Oh. Weet je wel? Dan zit je in één keer in de Zwitserse Alpen, weet je wel. Oh, en is dat, kun je dat nu laten zien ook? Of, nee, dat staat aan, kijk, dat is dan hier voor het raam. Dit is nu een raam. Maar dan staat hij daar. En dat moet jij helemaal met de computer en moeilijk, nee. Oh, maar het is misschien wel leuk een keer om met je te praten vlak voordat je een les geeft. Dat je alles geïnstalleerd ja, hebt. Dat vind ik wel leuk. Ja, het is echt leuk hoor. Ja. En Mark, die is door jou besmet geraakt qua ja. Jules de Korte. Wat leuk. Nou. En dan komt Mark. Ja, ja nee, zeker. Ik zie Cor Bakker eigenlijk als een profeet. Die van de virtuoos Jules de Korte mij heeft laten betoveren een aantal jaar geleden, ja. Oh, wat goed. Op zondagochtend bij het radioprogramma De Keuze van Cor. Wat ik nog steeds elke zondag luister, van 10 tot 12. En toen ik kwam de trap afgelopen thuis in mijn huis in Ankeveen. En toen hoorde ik Toen ik naakt was. En toen was ik meteen betoverd. Ach. Dat is al een hele tijd geleden. Maar wat is, hoe kwam je erbij om Jules de Korte te draaien? Want dat is cool. Nou, ik ben al heel lang enorme fan van Jules. Vaak wordt hij een beetje gezien als een wat narrige, negatieve man. Maar dat is helemaal niet zo. Die man had heel veel humor, heel onderkoelde humor. En muzikaal gezien, hoe hij zichzelf op piano begeleidde, hoe hij componeerde en hoe die teksten als een hand in een handschoen paste. Ja, dat is onovertroffen. Weet je, dus dat is echt... er komt een klein meisje binnen, wacht even. Hallo. 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 Dag Brechtje. Staat u op tv? Ja, bent u op tv? Ja. YouTube. Dus, maar ik ga even door, ik ga weer even verder. Wat is dat voor meisje dan? Dat meisje is 7 jaar, die heet Brechtje. En dat is mijn tweede leg. Oh, zoals dat, ja, ik heb een eerste leg, die is al 31. Ik ben ook al opa. Oh. Die is 31, de oudste, en 28 is de ander. En dit is een tweede leg. Dat, wat leuk, wat gezellig ook dan. Kan ik je aanraden? Ja, jij blijft jong, ik ga het proberen. Ja. En zij zag jou nou net via YouTube? Nee, weet ik niet, zie je mij via YouTube? Nee, ze komt gewoon naar me, ze hoort mij praten. En zodat, want zij speelt ook een beetje piano, ze heeft pianoles. Niet van mij, want dat werkt voor geen meter. Heb je het geprobeerd wel? Ja, we hebben na 10 seconden slaande ruzie.
Oh. Dat werkt. Dus vreemde ogen dwingen. Dus er komt een heel aardige pianojuf. Komt hier elke week een half uurtje lesgeven aan haar. Oh ja, maar werd ze bang voor jou dan als leraar? Nou, niet bang. Tegenovergestelde. Nou, ik werd bang van haar. Want ze werd dan zo. Ze zegt, nee, je weet er niks van. Nou ja, dan houdt het maar op. Hè. Ja, dan stop ik hem. Nee, daar kan je niet tegen ingaan. Van, ik weet er wel wat van. En ik ben fan van Jules de Korte. Dat kan je allemaal niet zeggen. Ja, nee, dat heeft ze nog nooit van gehoord. Van Jules de Korte. Dus nee. Maar dat komt wel. Want ik ga het natuurlijk wel laten horen. Nee, maar Jules. Ik heb het grote eer gehad, mag ik wel zeggen. Om Jules, zeg maar richting, ja, een beetje tegen het einde van zijn leven, heb ik hem een paar keer mogen begeleiden. Want hij was zelf de meest perfecte begeleider voor zijn repertoire. Maar hij werd een beetje onzeker over zijn teksten, of hij die nog wel uit zijn hoofd kende. Dus dan stond hij op het podium met, zo, hè, ik zal het laten zien, braille. Zo ja. Stond hij zo te lezen voor de microfoon, de teksten. En dan mocht ik zijn muziek begeleiden. Nou, en dat vond ik. Maar die man heeft natuurlijk geweldige oren aan zijn hoofd. Hoort meteen of jij dit akkoord... Kan je dat horen? Hoor je mijn piano? Ja, heel zachtjes, ja. Oh, ik ga hem iets harder zetten, ja. Ja. Of je dit speelt of... Hoor je het verschil? Nee, ik hoor het niet. Nee, dat is één nootverschil. Hier heb ik een dubbele B of ik doe een enkele B. Oh. Nou, dat zo precies luisterde dat... Oh. En dan dat was heel leuk. Dan stuurde hij mij een cassettebandje op, uit die tijd nog. En dan hoorde je 85.000 klokken op de achtergrond tikken. En hoorde je allemaal, want hij was gek van allerlei klokken in Sint-Helena-Veen, waar die woonde. En dan zei hij, nou, dag Cor. En dan, hij zei ook nooit of e. Dat vond ik zo knap. Alleen maar volzinnen. Ach. Prachtige, ja. En dan zei hij ook, doe de hartelijke groeten aan je vrouw, wier naam zo diep in mijn hart is weggestopt dat ik hem even niet kan vinden. En jullie prachtige volzinnen. Oh. Nou ja, en dan speelde hij zelf even de begeleidingen. En dan wist ik wel, dan moest ik dat exact zo naspelen. Wel spannend dan voor jou. Ja, dat schreef ik allemaal uit, weet je, precies die liggingen. En dan gingen we repeteren, bijvoorbeeld, dat was voor een radioprogramma. Het podium van de Nederlandse lichte muziek. En nou, dan zat ik als een nerveus jongetje natuurlijk dat te spelen. En toen hadden we alle liedjes gedaan. En toen voelde hij wel dat ik hem zo aankeek van, was het goed, was het goed? En dan zei hij echt als een schoolmeester, prima Cor, prima. Oh. En dan was het ook zo. Want als je wel een fout gemaakt had, dan had hij dat wel gezegd dan. Nou, ik had één fout gemaakt, maar dat heeft hij later tegen Bert van den Brink. Ik weet niet of je die kent. Ja, die hebben we in de uitzending gehad, ook over Jules de Korte. Nou, Bert is natuurlijk een Jules de Korte kenner bij uitstek. Ja. En toen had hij tegen Bert gezegd, oh, hij had één foutje, maar dat vond ik zo kinderachtig. Dat heb ik maar niet gezegd. En ik had, shit, dat wil ik dan ook weten. Ook. Oh, dan wil je toch weten welk foutje het was. Ja, dan weet ik. Dat was het. En ik weet nu nog welk foutje het was. Och. Zal ik hem laten horen? Ja, graag. Want we hebben het natuurlijk straks ook over, ik zou wel eens willen weten. Ja. Nou, dan heb je... Komt-ie? Speel naar ik. Ja. Dus ik deed majeur en hij deed mineur. Maar dat had ik natuurlijk wel gehoord. Maar er zijn twee versies van in omloop. En ik had net... toch. Maar, en dat kon je dan niet later tegen hem zeggen... Van, nee, er waren twee versies. En dus dat, en nog steeds baal ik daarvan. Maar ja, maar dit is wel een goed traumaverwerkingsmoment dan, toch? Wel, hè? Ja, toch. En wist jij, Paul, dat wist ik helemaal niet, maar daar heeft Louis van Dijk mij op geattendeerd, die ook heel veel met Jules heeft gewerkt. Hè? Die hebben in het theater gestaan, Op Vleugels heette dat programma. Oh. En dan hebben ze ook nog een radioprogramma bij de KRO. Dat hebben ze jaren gehad. Dan gingen ze improviseren op twee vleugels. En geweldig. Maar dat de melodie van Ik zou wel eens willen weten, dat is Boeren ligt een kip in het water. Huh? Oh, nee. Nou, want kijk, een melodie heeft een bereik. Hè? Een laag toon, de hoogtoon natuurlijk. En hoe groter dat bereik, hoe moeilijker het te zingen is. Maar als... Boer ligt een kip in het water, hè? Nou, moet je kijken.
Dus de hoogste is die, de laagste is die. Vijf tonen. Daar gaat het. Vijf tonen. Oh, ja. Dat is toch geniaal? Ja. Dat vind ik geniaal. Maar heeft hij dat bewust dan gedaan? Dat weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk nooit aan hem kunnen vragen. Maar ik vind dat zo geweldig als je zoiets... Maar ja, er is bijvoorbeeld... je gooit er een kwartje in bij mij en ik ga gewoon door. Ja, dat is ook fijn. Dus je moet me maar stoppen als het vervelend wordt. Ja, nee, maar niet. Kan jij nog het programma van Mies Bouwman herinneren? Eén van de acht? Ja, ja. Daar keek ik als jongetje natuurlijk, dan kwam ik onder uit bad en met fris gewassen haartjes en dan ging ik daar naar kijken. En dat vond ik altijd erg leuk. Maar daar zat een tune in, meestal... People. Ja, people, het begintune, people, ja. Da-da-da-da-da-da. Maar de tune, als de kandidaten opkwamen, dan zei Mies Bouwman, en hier zijn de kandidaten. Ja. Weet je dan nog welke tune, jongen? Nee, dat weet ik niet. Ik zal hem even spelen. Ja. Ja, mevrouw ja, die uit die. Mevrouw ja, die. Precies. Kan je nog herinneren? Hè? Ja, dat wel, ja. Nou, die tune, daar is nog een hele rel over geweest in de tijd. Want Rogier van Otterlo claimde dat hij die tune had geschreven. Dat zou heel goed kunnen. Maar toen zei Bert van der Brink tegen mij, nee, dat is letterlijk gestolen van... Ik heb hier namelijk een heel mooi boek van Jules de Korte. Kijk, kan je dat zien? Ja, wie in Nederland wil zingen. Dat heeft Mark ook, geloof ik, of niet? Nee, oh, ja? Ik heb een andere boek met alle liedteksten. Oh, oké. Maar daar staat dus een lied in. Dat zal ik je laten zien. Geachte priesters heet dat. Geachte priesters. Juist. Kijk, en daar zit hier, kan je dit zien? Op dit moment, hè? Ja. En op het moment dat u verwijst naar het eeuwig leven, sterven soldaten een verschrikkelijke dood. Nou, daar komt hij. Eén van de acht. Daar komt hij. Een verschrikkelijke dood. Oftewel, het is dus helemaal letterlijk hetzelfde. Dus alleen Rogier heeft het ritmisch gedaan. Het is helemaal hetzelfde. Dat is toch geen... Het is natuurlijk heel raar dat Rogier dat gestolen heeft. Maar en Jules de Korte, die leefde nog toen een van de acht speelde. En volgens Bert, want ik heb dat natuurlijk eigenlijk nooit echt mee, maar Bert zei, dat is nog een hele rel geweest. Want, een soort Buma-rechte rel geweest. Want Jules de Korte, die kaartte dat aan. Want het is letterlijk, alleen ritmisch even anders, maar het is verder letterlijk gestolen. Ook toonsoort. Want weet je wat daar zo geniaal aan dit tunetje. Ik vind dit de meest geniale tune die er ooit geschreven is. Want de melodie gaat omhoog en de bas gaat naar beneden. En het zijn allemaal... Ja. Het is een soort spiegel. Weet je, een soort... En het zijn allemaal drie klanken. Dus niks, geen moeilijke jazzakkoorden. Alleen... Er zit een soort wrangheid in. Wacht even. En dan gaat het weer naar beneden, de melodie, en de bas omhoog. Dus weer een spiegelbeeld. Ja. Als je dat kan bedenken. Mijn dochter vraagt even aan. Wat is het? Het komt door het pedaal. Het komt door het pedaal. Ja, die zit daar. Ja, nou, dat is... Mooie sokken. Ja, mooie sokken. Ja, speciaal voor jou aangedaan. Oh. Maar wat leuk, maar ze is wel geïnteresseerd, Brechtje. Ja, zodra ze muziek hoort, is het... Maar knap inderdaad van Jules de Korte. En deed Rogier van Otterlo vaker stelen?
Nou, niet, nee, dat durf ik niet te zeggen hoor. Oh, nee. Want dat denk ik niet. Maar want hij was ook een geniale dirigent eigenlijk. Ah, en geweldig. Componist. En ook met het Metropoolorkest. Nou, ja. Daar heb ik Bert van der Brink leren kennen. Dat was heel mooi. 1981 of 82 wil ik vanaf zijn. Lang geleden was er een workshop voor conservatoriumstudenten uit het hele land. Die mochten meespelen met het Metropoolorkest. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja. En met Rogier van Otlo daarvoor. Pim Jacobs, die presenteerde het. Voor de AVRO, een heel programma werd er ook opgenomen. En daar heb ik dus Bert van der Brink voor het eerst ontmoet. En ja, dat vond ik van... En dat onder de grote Rogier van Otlo, wat een jeugdheld van mij was en nog steeds is natuurlijk. Ja. En later is natuurlijk de jongensdroom wat mij betreft helemaal uitgekomen. Want ik heb 11 jaar in het orkest gezeten als vaste pianist bij het Metropool. Ouder, dat is het niet eens. Ja, van 1989 tot 2000 heb ik daar ingezeten. Alleen, ja, toen was Rogier nog net eventjes erbij. Maar ja, die is natuurlijk heel veel te jong ziek geworden en overleden. Ja. Helaas. Maar ik heb hem nog wel meegemaakt. Oh ja. Ja, nu is het orkest is wereldberoemd. Hè? Ja, verschillende het is prijzen gewonnen. Ach, en gelukkig is het overeind gebleven ook. Want nou, het zou bijna opgeheven worden. Elk jaar hing het aan een draadje, hoor, wat dat betreft. Maar gelukkig zijn ze er nog. En ook in mijn programma promoot ik ze altijd. Want het is gewoon het beste wat er is. Het is het beste lichte muziekorkest ter wereld. Ja. Dat durf ik gerust te zeggen. Mag je in je programma helemaal zelf de muziek... Ja. Wat leuk. Want dat ja, is ook ik al... heb volledig carte blanche. Meestal op de televisie mag je maar 2 minuten, 2,5 minuut max een liedje doen. Nou, ik heb soms wel opnames van 7, 8 minuten. Maakt me niet uit. Ik kan het helemaal laten horen. En ik licht het ook toe van let nou eens op het arrangement. Want moet je horen wat die strijkers doen of moet je horen wat die bas doet, weet je wel. Ja. Nou, en dus dat vinden mensen ook wel leuk. Je treedt, want dat gaat in de voetsporen van Willem Duis ook. Een beetje wel. Ja, en Pierre Jansen. Ik had Pierre Jansen als voorbeeld. Die man die legde zo leuk dingen uit. Maar ik denk, let nou eens op dat lichtval en dit. Oh ja, weet je wel. Ja. Nou, dat hoop. Er zit altijd een soort schoolmeestertje in mij. En dat wil ik dan Maar daar hebben mensen ook behoefte aan. Het is ook leuk om meegesleept te worden. Net met Pierre Jansen. Eigenlijk dat soort mensen heb je haast niet meer. Die gewoon mensen echt vol passie, haast huilend, naar de kunst trekken. Nou, hoe heet die jongen? Ik ben zijn naam kwijt. Bij het podium Witteman. Heb je zo'n leuke, frisse jongen met van die krullen. Ja, Dammy weet het wel. Kortie, juist. Die doet het ook heel leuk, vind ik. Ja, die doet het ook leuk. Die heeft ook die bevlogenheid, ja. Ja, erg leuk. En jij, je hebt elke zondag dus nog het programma, hè? Van 10 tot 12. Elke zondag. Ja, ik doe het al 4 jaar. En er schijnen heel veel mensen te luisteren. Dus ik mag het doen. Ik heb volledig carte blanche. En alles komt voorbij. En verder, je zou ook op tournee gaan, toch? Ja, met V. Klaassen zou ik op tournee gaan. Nou ja, dat gaat dus, ik hoop. We zijn constant aan het verschuiven, weet je. Onze boekster, die wordt er helemaal gek van. Want dan denk je, de tunnel, het licht, het eind van de tunnel is misschien 30 mei. Nou, alles weer verplaatsen in 30 mei. Ja. Nou, meer niet, weet je. Moet je weer... Dus die heeft al 4 keer alles verplaatst. We zijn natuurlijk al 13 maanden bezig. Ik mis wel het spelen heel erg. Ja. Wij doen die cursussen met pianospelen met koord.nl. En dan maken we dus iedere keer weer nieuwe filmpjes. En ik heb met de strijkers van het Metropoolorkest, is wel leuk om te vertellen, heb ik een aantal maanden geleden heb ik sowieso een cd gemaakt. Want dat beeld dat ik weer is. Die heet Hollandse Helden, met muziek van Rogier van Otterlo, Louis van Dijk, Mike Baudet, allemaal Nederlandse componisten. En daar heb ik, omdat ik toch die strijkers had, heb ik 16 orkestbanden gemaakt. Met allemaal muziekstukken voor mijn leerlingen. Dus die krijgen, eerdags gaan we dan allemaal dat weer promoten. En dan mogen ze dus echt met de strijkers van het Metropoolorkest samenspelen op band. Maar ook zingen? Nee, je mag er ook bij zingen, als je dat wil. Tuurlijk kan ook. Maar goed, mijn leerlingen zingen over het algemeen, weet ik eigenlijk niet of ze zingen. En op welk niveau moeten ze zijn om van jou les te krijgen, de leerlingen? Het kan helemaal bij beginners zijn. Echt dat je niet eens weet hoe de toets heet. Dus daar begint het helemaal mee. Ja. Maar deze met die orkestbanden, dan moeten ze eigenlijk de beginnerscursus hebben gedaan. Daar kunnen ze instappen. En tot en met de vergevorderde.
Oh. Die krijgen we door allerlei pakketten voor verschillende niveaus, weet je. Maar dat is toch ontzettend leuk, ook om van jou les te krijgen, ook in deze coronatijd. Ja, nou ja, we hebben een heleboel de quarantaine hebben we een tijdje gedaan. Dus dan ging ik artiesten, net wat jij doet, hè, dan ging je dan artiesten vragen. En dan gingen we samen een liedje doen en een interviewtje. Maar ik heb ook een heleboel gratis dingen gedaan. Van, nou ja, oké, we zitten met z'n allen thuis. Wat kan je nou beter doen dan gewoon lekker die piano staat toch te verstoffen in de hoek. We gaan lekker piano spelen. Ja. Hoe gaan we dat doen? Nou, dan ging ik muziekjes opsturen en orkestbandjes maken. Met die synthesizer die hier ook staat. En het is leuk. De mensen vinden het leuk. Nou, dus hartstikke. Wat gaat zo? Ja. En heb je ook extra, heb je meer mensen gekregen dan normaal? Dat de mensen thuis zitten? Dat kan je wel zeggen, ja. Want ik heb over het algemeen iets oudere leerlingen. Want een heleboel jongeren die gaan toch op YouTube kijken. En die gaan naspelen. Maar dat vind ik prima. Alleen daar leer je niks van. Het is hetzelfde als dat je, als je een taal gaat leren en je gaat het fonetisch napraten. Ja, dan kom je een heel eind. Maar je beheerst niet die taal. Nee. Weet je? Want je weet niet wat erachter zit. Hoe het werkt. Nou, dat heb ik met piano spelen ook. Dus ja, ze moeten ook echt noten van mij leren lezen. Ook echt oefeningetjes doen. Dami zit ondertussen allemaal geluidjes te maken. Ja, ik hoor dat. Jouw telefoon. Ja, en mijn telefoon ook, maar die van jou ook. Nee, die is uit. Oh, jee. Maar dat hoort, is ook muzikaal. En hoe kunnen ze, wat is je website eigenlijk? Waar kunnen dat is pianospelen met Cor. .nl. Oh, dat is heel makkelijk. Pianospelen met Cor.nl. Want het is ook echt letterlijk samenspelen met mij. We doen een heleboel quatre-mains. Want dat vond ik, als kind pianoles helemaal niet leuk, eigenlijk. Nee. Als hele strenge juf had ik, heel klassiek. Terwijl ik wou Louis van Dijk dingetjes doen. En dat mocht allemaal niet. Maar op het einde van de les, de laatste 10 minuten, dat was de leukste moment. Want dan gingen we quatre-mains spelen. Oh ja. En dat klinkt zo'n piano zo lekker vol, weet je wel. Dat is heerlijk, vond ik dat. Dus, nou, ik heb les gehad van Dina Stam Veldkamp in Amsterdam als kind ook. En ik leerde mijn lessen ook nooit. Dus dan probeer je, dat vind je toch lullig als blijkt dat je je les niet kent. Dus dan probeer ik zo lang mogelijk met haar te praten over haar man. En over, die was ziek, tot de les voorbij was. Ja, en dan, is dat zo laat? Ja. Ik heb dat op het conservatorium ook wel gedaan. Oh, ja. Dus daar trapte mijn leraar, daar had ik weer niks gedaan. Of had ik een deel andere, ik heb niks gedaan. En dan wist ik, als ik dan een hele moeilijke vraag ging stellen, dan kreeg ik een heel lang verhaal. Ja. Dat ik dus niet te spreken. Nee. Oh, nou ja, de volgende keer was dat. Nee, en bij Marianne Kweksielber heb ik zangles gehad ook nog. En een fantastische vrouw ook. En ook een hele goede zangeres. En maar als we dan het uur volgepraat hadden, dan hoefde ik ook niks te betalen. Dus dan, dat is ook wel eens lekker voor een keer. Maar leuk als mensen jou weten te vinden. En als kijkers. En dat is ook een voordeel, want we hebben kijkers in Mexico, in India, in overal. Ja. Ze kunnen altijd online les krijgen dan. Nou, ik heb ook leerlingen in Australië en Indonesië en Amerika. Gewoon Nederlanders die geëmigreerd zijn. En ik denk, waar moet ik nou pianoles halen? Nou, dat kan bij mij. Want je kan het op elk moment van de dag doen. Want het zijn allemaal filmpjes. Alleen zo'n cursus is dan bijvoorbeeld 180 filmpjes. Nou, dat zijn korte filmpjes hoor. Maar dat kan je zo vaak herhalen als je wil. Weet je. Ja, nou leuk. En, en dan mag Mark. Nee, ik kom anders even in beeld, want ik Mark, ben echt heel dankbaar. Dag Mark. Hi. Hallo. Nee, ik ben echt heel fanatiek Shoot the Quarter fan. Ik verzamel ook van alles, de platen, cd's goed. En allemaal door toen ik naakt was. Ik kon het nergens op internet vinden toen nog, toen ik naakt was. Alleen een cover van Lenny Koer. Oh, oké. Ook leuk. Ja, ook leuk, maar niet van Shoot the Quarter. Maar daardoor ben ik die cd gaan kopen en het werd steeds meer. En nu ook oude tijdschriften en oude bladmuziek. Maar ik wil de Shoot the Quarter weer aan de man brengen. Dat het liefst nog oppoetsen en dat het ook aantrekkelijk is voor de jongeren. Maar het is al aantrekkelijk voor de jongeren. Ja. Maar, wat goed. Ja, Ik moet het weer meer promoten eigenlijk. Promoten, gelukkig wat bijvoorbeeld Karin Bloemen heeft laatst ook weer een hele mooie cd gemaakt. Verstreken versen, misschien ken je die. Dat is geweldig, moet je maar eens opzoeken. En daar staat dan bijvoorbeeld... Dat vind ik een van de mooiste. Als je overmorgen oud bent. Ken je die? Ja, zeker. En, zal ik die eens een stukje spelen?
Ja, vinden jullie dat leuk? Ja, graag. Wacht even hoor. Ik ken hem wel uit mijn hoofd, maar ik pak hem er eventjes bij. Als je mee ja. Ja. Oh, maar die tekst is ook zo geweldig. Daar komt hij hoor. Prachtig. Mooi. Zeker. Mooi. Yo, echt feilloos. Prachtig. Ja. Ja, dat is zo mooi. Ja, ik maakte één fout op het einde. Want dat, ja. Ja. Kijk, ik, namelijk, want er staat dit. En dan moet je... Dat akkoord. Oh, ja. Dat is eigenlijk veel mooier. Dan draait Jules even... toch nog zich om in zijn graf. Ja, ja. Maar het zou, en, dat, oh nee, maar dat, dan, de teksten en de muziek moeten overeind blijven. Het zou zo zonde zijn als het helemaal verdwijnt. Het is tijdloos. Het is eigenlijk de Bach van ook. De lage landen misschien wel. Nou, ik ben dat helemaal met je eens. Maar jij bent ook hartstikke jong. En ik vind het wel leuk dat jij dat dus ook vindt. Ja, nee, ik ben echt misschien te fanatiek haast. Ik zie het haast een soort religie. En ik probeer iedereen te overtuigen. Dus de strijd is toch niet gestreden. Dus, nou, ik kwam dus bij NH, hè, bij mijn radioprogramma Noord-Holland. En toen weet ik nog dat iemand zei toen ik dat ging draaien, die daar werkte. Oh nee, hè, ga jij ook Jules de Korte draaien? Dat deed Anna van Egmond ook. En ja, nou, de oude, ho, het is helemaal geen oude meuk. Het is gewoon fantastische muziek. En ja, sorry hoor, ik zeg, ik ga het toch echt best wel vaak draaien. Want ik vind het gewoon heel erg, het is de keuze van Cor. Dus ja, ja, ja precies. Daar kan je niet omheen. En de planning van zondag is al klaar dan? Of ja, ik heb hem net klaar. Ik heb hem net klaar. Ik maak hem dan meestal op maandag, dinsdag of woensdag. Ja, en ik heb altijd een thema, weet je wel. Ik begin altijd met een thema. En filmmuziek en theater. Blokje zit erin. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, want laatst was er een schrijver die ook zelf zingt. Die dus muziek zelf zingt en zelf schrijft. Ja, precies. Maar precies. Wacht, ik denk, wanneer komt Jules de Korte nou? Ja. Dat was een koffer, maar geweldig. Leuk hoor, leuk. Ja, ik voel me ook af en toe een evangelist om het woord te verspreiden. Maar ik wil gewoon goede muziek verspreiden. Ja, dat is natuurlijk heel subjectief. Maar ik vind dit heel erg goed. Dus ik wil ook dat mensen dat horen. En dat blijkt dus, want ik heb jou wel bekeerd. Ja, absoluut. Ja. Het is echt bekeerd. Ja. Dus ik heb wel een zieltje gewonnen. De profeet. Ja. Dat is heel fijn. Cor Bakker, de profeet. Ja, ja echt. Ja. Zeker. Nou, profeet. Ja. Ja. Nou, tot de volgende keer dan. En dan, ik vind het sowieso leuk om ook nog een keer met je te praten. En dan ook met de Gromeki Green. Ja, leuk. Dat gaan we een keer doen. Dan gaan we hele gekke, rare dingen op vertonen. En had je nog wel net gehoord ook van de Westertoren? Wat geweldig. Ja, ik kijk er bijna op. Ik woon in de Jordaan, vlakbij. Ja. Het is echt een paar honderd meter hier vandaan. En ik heb er ook al een paar keer mogen spelen. Ook samen met Jos van de Kooi. De vaste organist van de... Met piano en orgel daar gespeeld. Oh. Ja, geweldig. Ja. Maar dat is natuurlijk fantastisch dat je natuurlijk... hoe zou dat klinken? Even kijken. Oh ja. Ja.
Ja, mooi. En kijk, ik hoorde één foutje. Oh. Hè? Top weer, hè? Maar één fout zie je te beter. Ja. Nou, tot de volgende keer. Hartstikke bedankt. Ja. Dag, Cor. Dag. Doei, beste. Dag. Doei. Dag. Nou, toch? Ja, eindelijk weer iemand die het begrijpt. Ja, echt. Wiel de Korte fan. Kun je een jaar mee vooruit? Ja, precies. Nou, mensen blijven kijken ook. Ja, ja, natuurlijk. De vaste kijkers. Ja, maar je weet het nooit. Als ze dan bij NH Noord-Holland zeggen... Van, je gaat er niet met Wiel de Korte beginnen. Anne van Egmond deed het ook al. Ja, ja. Die had ook een programma. Anne van Egmond. Dus achter de schermen doen ze dat. Dat weet ik niet. Ja, klopt wel. Anne van Egmond. Vroeger bij de KRO. Was ze. Wie ook een live aan het kicken is Ingeborg Beugel, om deze brug te maken. Ja. En die wil graag weer iets kwijt over de toestand in Griekenland. Ik had dat een beetje ingeleid, dat vooral dat nu het vaccin niet beschikbaar is voor alle mensen die het graag willen hebben. Vooral voor alle mensen die vanuit het buitenland een tweede huis in Griekenland bewonen. En die kunnen niet... En omgekeerd, de illegale vluchtelingen krijgen het ook niet. Nee, dus, dat is het idioot. En zo natuurlijk. Komt het toerisme natuurlijk nooit weer terug. Nee, en Ingeborg is heel bevlogen ook. En ik heb wel eens gezegd dat je daar haar geen vragen hoeft te stellen. Maar misschien moet ze gewoon... Ze zou het kort houden, af 5 minuten. Een column, moet ze gewoon een column doen af en toe, Ingeborg. Zelf opneemt. Nou, ofwel gewoon, dan kunnen we het signaal geven. Want ze is ontzettend goed... En een hele goede correspondente. En nog even iets. Is eigenlijk de architect weinig. Van de Nederlandse Bank waren J. Appel en Duinger. Nou, daar zijn we. Even kijken. Een vinger zie ik. En ja, zo. Hij is wel iets anders volgens mij. Je verbinding, de verbinding. Of komt het goed? Ik vraag het aan Mark. Nee, dat ligt aan het internet daar. Oh, het ligt aan het internet. Nee, mooier, hoor. Ja, nu is hij mooi. Nu is hij goed. De kracht erbij. Ja. En het haar zit ook goed. Ja, ik ben naar de kapper geweest. Die zijn open. Nagels. Oh, ja, ook mooi. Strijdbaar. Dami heeft ook al ingeleid wat je visie is en wat je betoog wordt. En de nieuwe problematiek die ontstaan ja, is. Ja, de nieuwe problematiek. Ja, ik heb even met Dami voorgesproken. En toen zei Dami heel terecht... Het is zo moeilijk om met jou te praten... omdat het vluchtelingenleed en de horror zo alles overwhelming is... dat al het andere daarnaast kleine luxe probleempjes lijken... Daar heeft hij gelijk in. Maar het leven gaat door. En er zijn ook mensen in Noord-Europa die inderdaad ver weg zitten van deze horror. Daar is geen ander woord voor. En ik moet het kort houden, want ik heb maar korte tijd, begrijp ik vandaag. Dat is oké. Kijk, er is op dit moment iets aan de hand in Griekenland dat raakt zowel... Al die Nederlanders die binnenkort naar Griekenland op vakantie willen... en dat schijnt de meerderheid van de Nederlanders te zijn... als de vluchtelingen. Heel gek hoe die twee volstrekt uit elkaar liggende groepen mensen... opeens bij elkaar komen. Om bij het ergste te beginnen, de vluchtelingen. Tot de extreemrechtse... huidige premier van Griekenland, Kyriakos Mitsotakis, de verkiezingen won in juli 2019, kregen alle vluchtelingen op het moment dat ze asiel aanvroegen hier in Griekenland onmiddellijk, dat heet een AMCA-nummer. Dat is een soort burgerservice-nummer dat iedere Griek bij geboorte krijgt, net zoals iedere Nederlander. En in Griekenland gaat dat vooral over de sociale en gezondheidsverzekeringen. Dus alle vluchtelingen die aanspoelden op die Griekse eilanden dicht bij Turkije... en die hun asielprocedure begonnen, ja. Kregen onmiddellijk AMCA, A-M-K-A. Daarmee konden ze, als het dan heel erg was, eventueel naar een publiek Grieks ziekenhuis.
toen Mitsotakis aan de macht kwam, een soort Griekse Rutte, is dat van de vluchtelingen afgepakt. Dus die hebben geen AMCA. Hoe komt dat nou in de buurt van de Nederlanders die binnenkort naar Griekenland op vakantie gaan? Wel nu. Griekenland is het enige land in de hele EU dat het verkrijgen van een inenting afhankelijk heeft gemaakt van een verzekerings, sociale verzekerings, burgerservice nummer, hoe wil je het ook noemen, maar van dat AMCA-nummer. Nu is een AMCA-nummer, als je niet Grieks bent, alleen maar verplicht als je bent ingeschreven in Griekenland. Dat wil zeggen als je hier belasting betaalt over je inkomen of je pensioen. Dat wil zeggen je moet uitgeschreven staan ergens anders, want alleen dan kan je ingeschreven staan in Griekenland. Nu zijn er tienduizenden Europeanen, maar ook andere mensen buiten Schengen, die tweede huizen hebben in Griekenland. En een heleboel, duizenden, hebben in oktober vorig jaar besloten om de tweede Europese lockdown niet in een of andere deprimerende Europese stad door te brengen, maar in hun tweede Griekse huisje. Al die mensen zijn gestrand in Griekenland vanwege de lockdown. En die zijn nu gediscrimineerd, buitengesloten, komen niet in aanmerking voor een inenting. Moet je even voorstellen, ik zit hier op dat eilandje Hydra. En Hydra is een soort microcosmos voor heel Griekenland. Hydra is een cultureel monument, hè? Leonard Cohen, muziekeiland, ooit hippie, jetset, hoog bohemien gehalte, inmiddels peperduur, want autoloos, brommerloos, uniek. Het is een wonder dat ik hier een familiehuis heb. Als ik het nu zou moeten kopen, no way, maar in de jaren, begin jaren 80 kon het nog net. Anyway, allemaal mensen zoals ik ook, die hier al decennia een huis hebben, maar geen AMCA-nummer, want dat was nooit verplicht, krijgen geen prik. Oh. Gewoon niet. Nee. Daar heeft de Griekse regering een website voor de ether ingeslingerd. Die heet mvolio.gov.gr. Mvolio is Grieks voor inenting. .gov.government. Dat moet met inentingen. Iedereen is ingeënt tegen de tijd dat jullie komen, half juni. Niets van waar. Nee. Alle vluchtelingen en alle buitenlanders die hier zitten, maar geen AMCA-nummer hebben. We zijn dus nu op één hoop gegooid. Wij zijn nu ook vluchtelingen. Krijgen geen inenting. De Nederlandse ambassade en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geven geen soegen. Die worden overspoeld door telefoontjes en mailtjes waar nauwelijks op wordt geantwoord. Alles wordt doorverwezen naar, ga naar die Griekse website. Heel geestig. Die website is voor buitenlanders, maar alleen maar in het Grieks. En die kan je ook niet Google translaten. Dus voor mijn huis hier op Hydra, voor mijn blauwe lilaki eiland, blauwe kleur voordeur, staan soms rijen bejaarden met maskers, wat ten strengste verboden is, opdat ik hen maar in godsnaam help die Griekse websitepagina in te vullen voor dat AMCA-nummer dat nooit komt. En dan komt de politie hier en die jaagt ze weg. En dan moet ik over de muur met een blokje afspraken maken. 3 gevallen per dag, meer kan ik niet aan, om 3 bejaarde personen of echtparen te helpen die pagina in te vullen voor een AMCA-nummer dat nooit komt. Oh. Je hebt contact met de ambassade gehad daarover ook? Ja, en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik zal jullie de antwoorden toesturen. Die mogen jullie van mij publiceren. Maar het is werkelijk, het is te bizar voor woorden. En even voor de duidelijkheid. Griekenland is het enige land van alle 28 lidstaten die dit doet. Alle andere lidstaten
doen het op basis van een geldig paspoort of ID. En vooral de Zuid-EU-landen hebben extra miljoenen van Brussel gekregen voor inenting van in die vakantielanden, tweede huislanden, gestrande Noord-Europeanen. Spanje, Frankrijk, Italië gebruiken die miljoenen geweldig. Griekenland niet. Nee. En kan de koning daar niet wat aan doen? Onze koning. Heb jij contact met de koning? Nou, hij kijkt wel, denk ik. Willem-Alexander of de Griekse oude... Nee, Willem-Alexander. Ja, ja, nou ja, Willem-Alexander, dat is interessant, was ik helemaal vergeten. Die zit hier aan de overkant, hè. Mijn eilandje Hydra kijkt uit op Peloponnesus in een rechte streep over de heuvels waarop ik uitkijk. Daar ligt de estate van Willem-Alexander en Maxima naast die van Poetin en Sean Connery. Jullie weten, er zijn ondergrondse tunnels zodat ze stiekem biertjes met elkaar kunnen drinken. Maar weet je, Willem-Alexander en Maxima en hun gevolg, die zijn zo beschermd. En die komen nooit met het gewone Griekse volk in aanraking. Weet je nog wel, die ene keer zonder masker, nou dat heeft hij geweten. Ja. Vorig jaar gaat hij niet nog een keer doen. En Willem-Alexander, die hebben in Nederland al een injectie gehad. Ja. Maar dat raadt de ambassade nu aan om er even in Nederland op en neer te gaan, hè? Ja, nee, ik heb dus gevraagd, wat moeten we doen? En het advies was, vlieg heen en weer naar Nederland. Heel goed, Dami, dat had ik je gezegd. Yes. Even voor de duidelijkheid. In deze tijd van CO2-uitstoot beperken. Even heen en weer vliegen met z'n duizenden tegelijk naar Nederland en al die andere EU-landen is echt niet meer van deze tijd, toch? Nee, en bovendien heeft de Europese Unie, die heeft toch ook geld beschikbaar gesteld daarvoor? Ja, maar daar wordt hier niks mee gedaan en Brussel zwijgt als het gaf. Ten tweede is in de hele wereld besloten om voor één keer zoiets als het vaccineren tegen een dodelijke wereldpandemieziekte niet klasseafhankelijk te maken. Dus zelfs in Argentinië en Brazilië, zo ongeveer de ergste corrupte landen ter wereld, kun je als rijkaard niet zomaar een inenting kopen. Kan niet. Alles gaat per regio en per leeftijd. Ook daar. Maar de Nederlandse ambassade, die Nederlanders die hier gestrand zijn, adviseren om even heen en weer te vliegen naar Nederland, afgezien van de ecologische consequenties, doet dus het tegendeel. Want er zijn heel veel mensen hier in Griekenland die hier alleen maar voor werk zijn, vooral in de toerismebusiness. Die hebben dus ontzettend veel geld verloren door coronaramp. Die kunnen helemaal niet qua geld even heen en weer vliegen. Dus alleen rijkaards die dat wel kunnen, kunnen dat dan. Kan Nederland niks schelen. Nee, nou, maar dat krijgt dan een staartje, want de juiste mensen die kijken naar dit programma, dus ik ben benieuwd wanneer het opgelost wordt en wanneer de Griekse regering onder druk komt te staan om het beleid te gaan wijzigen. Daar zeg je iets heel erg goeds. De Griekse regering zal vanuit zichzelf niets doen. Nee. Alleen druk van buitenaf. Dus media, ministeries, die zouden eigenlijk voor juni, dat er aan zit te komen, een negatief reisadvies naar Griekenland moeten uitgeven. Want al die Nederlanders en ook alle andere Europeanen die naar Griekenland, vooral naar de Egeïsche eilanden, en daar zitten de meeste vluchtelingenkampen, tienduizenden vluchtelingen die niet ingeënt zijn, en de meeste tweede huisbezitters, die dus ook niet ingeënt zijn, die komen, afgaand op de jubelreclame van de Griekse premier, Griekenland is ingeënt, coronavrij, komt allen, het ideale pensionado en vakantieland, niets van waar. Nee, het is rood gewoon Griekenland eigenlijk. En zoals ze dan bij opeens zouden zeggen, je hebt je punt gemaakt. Oh, nee, zullen we niet met opeens vergelijken? Je hebt punt gemaakt. Is beter. Nee, maar dat is ook de parodie. Maar wij zeggen dan, mogen we nog aan het slot je uitzicht zien? En waar dan Willem-Alexander zit. Oké.
Oké, ik ga jullie nu heel in... Mijn kamer is een pikstal, dus ik was aan de schoonmaak bezig. Oh, leuk. Ja, maar dat is altijd leuk om te zien. Oh ja, een bed. Je moet het bed nog opmaken. Oké, mooie blauwe deur. Naar buiten, daar hangen alle wasvieze sokken. Ja. Kijk, zien jullie dat daar aan de overkant? Ja, mooi. En het is nou, ook mooi weer. Daarachter liggen Willem-Alexander en Maxima. Achter die grote heuvel daar. Ja, ja. Ik zie net de Nederlandse vlag erboven uitkomen. Nee hoor. En die zijn dan wel gevaccineerd. Ja, in Nederland vast gewoon. Wel. Ja, je weet niet zeker natuurlijk, want ze hebben nog niet de leeftijd. Nou, ja, hier op mijn eiland is... Ik ben 61, iedereen is hier. Kijk, die citroenen, zien jullie die citroenen? Ja. Ja, die heeft Willem-Alexander vast niet. Gewoon de citroenen in zijn tra- Anyway... hier op mijn eiland en in de rest van Griekenland is iedereen tot 60 ingeënt. Oh. En wij vallen daar buiten. Ja. Nou dan, Ingeborg, zodra we nieuws hebben van de ambassade, komen we bij je terug dan. En sowieso komen we weer bij je terug. Want... Ja, hey, dank. Maar dit zijn belangrijke dingen, hè? Ja, heel belangrijk. Nee, maar dat komt goed over. Dat... En gefeliciteerd dat jullie al ingeënt zijn. Wat geweldig. Ja, één hoor. Ja, eerste prik. Eerste prik, maar toch. Ja, het is begin, is het. Ja. Nou, heel Griekenland is jaloers op jullie. Oh ja, tot de volgende keer. Ciao. Dag lieve Ingeborg, dag. Ciao. Nou, het is een uitstekende columniste, vind ik. En bevlogen. Ze heeft een heel verhaal klaar. Ze bereidt het voor. En ik zei, houd het knop. Maar ze geeft geen woord te veel. Nee. Het is natuurlijk wel, het is allemaal ernstig. En het is drama. Het is ook allemaal heel erg. En, maar het moet af en toe toch gezegd worden. Nou, zo is het me net. Ger van Drimmelen, kan ik even voorlezen. Gert van Drimmelen. Wat een geweldig gesprek met Cor Bakker. Erg van genoten, ook van het item met Ik zou wel eens willen weten. Heel mooi gemaakt door Mark. En dan het prachtige spel van Barbara en Zwart. Tellen uit een beroemde organistenfamilie, de familie Zwart. En misschien wel onze beste bij haar dier. Volgens mij heeft hij ook een rijdend carillon waarmee hij door het land trekt. Oh, weet je dat? Oh. Nee, heb ik niet over gehoord. Nee. Maar het is wel heel interessant wat hij vertelde. Want hij was vroeger als kind in de bossen van Amersfoort. En daar heb je een oefencarillon in het bos. Want ik vroeg me ook altijd af, hoe oefenen bij jouw diers? Want je kan niet op een kerktoren oefenen. Nee, want dan hoort de hele stad. Ik denk, wat is hier aan de hand? Wat komt er nou aan? Ja. Maar er zit dus in het bos in Amersfoort een oefencarillon. En dat is vlakbij het Belgenmonument. Maar dat is misschien ook wel leuk om te filmen. Een keer een reportage van te maken. Ja, keer nee, te gaan. Het is heel fascinerend. Ja. Dan zal ik even kijken of er nog... Andriette Piron, daar heb ik geen reactie van gehad. Dus die... Lees dit. Gaan we dan nog naar Griekenland toe? Ja, we kunnen even kijken. Oh, even naar Rodos. Ze hebben niet meer ge-sms'd. En in hoor. België is net een persconferentie geweest over nieuwe maatregelen. Het zijn geen bijzondere dingen overigens. Oh. Maar ook een soort routekaart. En dat de scholen mogen wat meer open. Maar verder zijn nog, behalve het onderwijs, is eigenlijk alles nog verboden. Niet als je reizen wordt afgeraden. Je moet, als je van buitenland komt, moet je een dag, een verplichte dag test en dan 7 dagen verplichte quarantaine. Oh ja. Als je niet aan de maatregelen houdt, krijg je in België 250 euro boete. En pas 28 april komen er weer wat verdere versoepelingen. Ik lees ook dat het RIVM meldt dat die nieuwe gevallen, dus die 5.500, dat het lager uitgevallen is door een storing. Ach, dat is... Maar ook dat de IC-opnames, die waren ook minder. Is dat ook een storing? Dat weet ik niet. Ga ik even lezen. Maar het is altijd wat. Heel veel storingen hebben ze daar. Je hebt er dus eigenlijk nooit iets aan die informatie. Het klopt haast nooit. Zal ik nog even kijken of we dan van Egmond of we Danny nog kunnen bellen. Of ze al ergens zijn. En anders dan hebben we het weer gehad, 1,5 uur. Meestal lopen we uit naar 2 uur, maar de opzet is eigenlijk 1,5 uur. Ja, ze pakken ook niet op, ze weten ook niet waar we zijn. We zijn onderweg naar het eten toe. Ja. Of in de bar zitten ze nu. Ja, dat kan ook.
Ze hebben dan... nou, en we hebben het hartstikke leuk gehad. We hebben twee keer zijn we naar Griekenland gegaan. En heel veel informatie hebben we tot ons gekregen. En verder komen we dan vrijdag weer... Ja, er zijn geen reacties uit. Utrecht, daar kwam ik had een gebeeld iemand willen spreken die naar de Pilot cafébezoek actie was geweest in Utrecht. Maar niet. Nou. Dus we kunnen dan afgeronden zijn, een keertje vroeg. Ja, dan een hele fijne avond nog. En tot vrijdag dan. Aanstaande vrijdag, 4:00. Ja, dag.